50 jaar Amstel Gold Race in Valkenburg, presentatie nieuwe ondernemerswebsite en inwoners welkom op het spreekuur bij raadslid Niels Douwe. Komende zondag vindt Limburgs enige wielerklassieker weer plaats, de Amstel Gold Race. Het is wel zoiets. Net wie in de voorbije 2 jaren is ook dit jaar de finishlijn getrokken op de Rijksweg in Vilt. Maar dat is niet altijd zo geweest. Trouwens, 50 jaar Amstel Gold Race, een jubileum. Maar dat betekent niet 50 jaar Amstel Gold Race in Valkenburg. In de minste is er alles van kind vertellen is Levin Spits. Ras echte Valkenburger en een wandelende encyclopedie op het gebied van de wielersport. Meneer Spits, kind hier eens heel kort aan de kiekers vertellen dat het niet zo is dat 50 jaar Amstel Gold Race in Valkenburg is geweest. Nee, 45 jaar. Dan de eerste 5 jaar, toen mocht geen ene wielrenner meer de Kouberg op. Want de ondernemers die houden het zo goed, die houden graag de fietstoerisme, dat wordt er ook nog niet. Dus die weerden alles wat op de fiets zo zeg maar. Want wat over hangt, dat worden de brommers. Want de normale die houden zich een brommer aangeschaft, of de nog beter, die houden zich een auto aangeschaft. Dus het wielrennen wordt niet nodig. En wanneer is dat water in ICG gekomen? En toen is de BTW ingevoerd. En dat was 1 januari 1969. En ja, ik ben van het Grendelplein en ik weet dus wat er allemaal speelde. Maar de ondernemers daar, die klaagden, ik noem maar steen en bijn. En dat was dat ze heel goed voelden wat met die BTW voor impact had. En toen is gedacht geworden, ja, dat moet toch het gebeuren, want de lui moeten terug naar Valkenweg. Misschien is het goed om het wielrennen weer eens de Kouberg te laten opgooien. Zeg maar, die finish die is niet altijd in Vilt geweest. Ze woont hier op de Kouberg. Maar je had me net verteld, die is pas sinds 2003 in Valkenburg. Van tevoren was ze in het Meersje. Maar wanneer hij stond, en verstond hij op de splitsing, eigenlijk op de hoek van de Muntstraat, Berkelstraat en de Grote Straat. Ze komen met geen naar boven, ging dat toen überhaupt? Dat is eigenlijk toch ook wel een historische plek voor het wielrennen. Want dat wielrennen dat is tussen 1971 terug naar Valkenberg gekomen. En daar hadden een ton Habits, dat is ja, die doel eigenlijk van Valkenberg in dit tijd. Dat was als eerste de Kouberg opgesneurd in de Amstel Gold Race van 71. 72 komen ze weer over de Kouberg, maar die komen gewoon de Wilhelminalen op. Maar in 73, het moet Huub Marks van hier geweest zijn, die dus ja, bij Herman Krot gedoen gekregen heeft, om hier door de grote straat te komen. Ja, en hier wordt van Grendelplein, kom er ook kijken. Ik was van het Grendelplein en dan moest ik werk weren. En ik rende naar boete als ze langskomen. Maar wat ik het eerste zag, wanneer wist ik dat de renners komen, dat was als hier de volksmeute, mag ik dan zeggen, de poort komt opgestormd. Want die hebben zich allemaal hier bevongen. Dus die hebben hier in de bocht gestangen, waar Veri nu ook stond. Ja, en dat woord hadden mij aan ons eerder verteld, omdat ze van hey, Joet en Eremaaf gingen de Sibbergrubbe op Dalmerweg op. Ja. Dalmerweg af bedoel ik, en dan komen ze erachter, komen ze ja, weer ja, dus dat was 8 minuten later. Ja. Dus als ze hier stond, ze moest niet bij Hotel Frans en dan die kon stoppen, want dan hoorden ze niet op de Kouberg ja. Te zijn. Zeg, een rijke historie had die Amstel Gold Race. Hè? En hier had ze al die jaren gezien. Komende zondag, ga je dat ook kijken? Ja, langs de kant. Hè. Dus dan moet ik ben hier in de minst om voor aan te stoen. Ik bekijk het me eens. Dus ja. Laat de jongens maar fietsen en laat het publiek maar genieten. Want toch heet het eigenlijk. Ja. En genieten, dat doe je hier ook? Ja, dat doe ik ook, ja. Maar wel op mijn meneer. Oké, dan wens ik ook voor komende zondag heel veel plezier. En dankjewel dat je dit even aan ons had willen uitleggen. Afgelopen week werd de nieuwe website opstapinvalkenburg.nl gepresenteerd. Een initiatief van de gemeente Valkenburg aan de Geul samen met de Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemers in Valkenburg aan de Geul. John Wouwe, hoe gaan jullie de campagne Opstap in Valkenburg promoten? Die gaan we samen met de ondernemers in de EU-regio promoten. Want we willen heel graag dat de mensen in de regio en de EU-regio Valkenburg weer leren kennen. Als een gemeente waar het ontzettend lekker op stap gaan is. In de site zijn een hele hoop bedrijven zichtbaar. Hebben jullie alle bedrijven kunnen vatten in die website? Wij denken van wel. Het kan altijd zo zijn dat bedrijven zich niet in een of andere sector, in een of andere cluster thuis voelen. Dan moeten ze ons dat vertellen. Het is wel de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om foto's aan te leveren en om teksten aan te leveren. De Nederlandse teksten, de rest, de vertalingen doen wij.
Want het is ook in het Frans, in het Duits en... Ja, het is viertalig, omdat wij vinden dat als je naar de EU-regio gaat, je ook de mensen in hun eigen taal moet aanspreken. Dus Frans, Duits, Engels. We zeiden tijdens de persconferentie, Valkenburg is een begrip aan het worden. Maar hoe weet ik nou zeker als ik in Tietjerkstraat deel woon, dat ik ook in Valkenburg-Limburg terechtkom via die site? Omdat je ook op de site, is een van de eerste dingen op de site, is het de Google Maps. Waar je heel duidelijk ziet waar Valkenburg ligt. Je kunt zelfs klikken als ik naar de sfeerwinkel wil, mooi zo op het Theodorplein bijvoorbeeld. Kun je zelf precies de route gaan bekijken. Dus je weet precies dat Valkenburg het Valkenburg is waar je moet zijn. Mevrouw Groen, is het veel werk geweest om de site kant-en-klaar te krijgen tot op de dag van vandaag? Ja, er is heel veel werk geweest, maar ook heel leuk werk. Omdat je ziet dat heel veel ondernemers enthousiast zijn en graag een goede vermelding willen hebben. En dan moet je toch in gesprek gaan met die ondernemers en kijken van nou, wat lever je aan tekst. Dat mag maximaal 80 woorden zijn, dat vinden sommige mensen moeilijk. Mooie foto's maken en opzoeken, dat is soms een uitdaging. Maar het is erg mooi geworden, vooral omdat het gezamenlijk is gegaan. Veel bedrijven op de site, bijna allemaal of? Ja, ik denk toch wel dat er nog meer zijn in Valkenburg die er nog op zouden mogen. Ik heb daar niet zo'n zicht op, maar ik kan me voorstellen dat we nog lang niet alles hebben. Er zitten heel veel horecazaken, heel veel leuke winkeltjes. En het ultieme doel is om die allemaal op de site te krijgen. Maar we hebben ook nog een kopje zakelijk voor de mensen die daar niet helemaal onder vallen. Zoals bijvoorbeeld een uitvaartbedrijf of een ander soort zakelijke dienstverlener bijvoorbeeld. Ja, want dat zijn ook bedrijven in Valkenburg. Ja, en de uitdrukkelijke bedoeling, de briefing van de gemeente was dat iedereen op de site zou mogen staan. Dus daar moet je ook dan dat mogelijk maken. Dan ben ik inwoner van Maastricht. Waarom zou ik naar die site toe moeten gaan, denkt u? Nou, ik denk dat juist die site heel goed weergeeft wat er hier allemaal te doen is. En je kunt je hier ongelooflijk leuk vermaken. En het leuke van internet is dat je ook mensen over een groot gebied kunt aanspreken. Want in de krant die ik lees, daar staat niet zoveel in over Valkenburg. Dus je wordt niet zozeer gevraagd om naar Valkenburg te komen. En met deze site hopen we dat wel te bereiken. Donderdag 9 april werd een gedenksteen en een publicatiebord voor de uitbreiding van de Holle Eik in Houtum onthuld. Met de bouw van het dorpscentrum, met een multifunctionele ruimte met toiletgroep en twee bergingen is reeds gestart. De nieuwe ruimte wordt ingericht als huiskamer voor alle inwoners van Houtum, maar is ook geschikt als extra repetitieruimte voor muziek- of zanggezelschappen. De Valkenburgse mevrouw Smeets is afgelopen week 105 jaar geworden. Deze krasse Valkenburgse vierde deze markante verjaardag in huiselijke kring. Op dit moment is ze de oudste Valkenburgse. Lief en leed worden samen verwerkt, want mevrouw Smeets woont thuis en is de afgelopen 45 jaar liefdevol verzorgd door haar dochter en schoonzoon. Mevrouw Smeets is voor haar leeftijd nog goed gezond. Ze slikt geen pillen, zegt haar schoonzoon Lidie tegen TV Valkenburg. Een oprecht van harte proficiat. Op naar de 106. Raadslid Niels Douwe gaat in mei beginnen met een spreekuur op zaterdagmiddag in het gemeentehuis. Hij probeert mensen die met problemen en met vragen zitten te helpen. Ik vroeg Niels Douwe welke problemen of hij op zijn bordje verwacht. Niels, welke problemen verwacht je van de inwoners op je bordje te krijgen? Het kunnen heel veel verschillende problemen zijn. Maar het is nu ook in het kader van de decentralisatie zo dat mensen met vragen zitten. En ik wil die vragen helpen te verhelderen. Mensen helpen wegwijs te zoeken in een vaak log overheidssysteem. En daarom, iedere vraag kunnen ze bij mij terecht en dan zal ik ze verder helpen of doorverwijzen. Maar je hebt het idee niet uit het niks gelanceerd. Je hebt toch wel van een aantal mensen, denk ik, wat problemen gehoord. Nou, ik merk vaak dat mensen nu naar me toe stappen. Dat is vaak op onregelmatige tijden. Op momenten dat ik bijvoorbeeld niet thuis ben of even niet aanspreekbaar. Dus heb ik gezegd, ik doe dat één keer per week op de zaterdagmiddag. Dan ben ik toch op het gemeentehuis om bijvoorbeeld stukken te lezen voor de raadsvergadering. En dan wil ik dat meteen combineren, zodat de mensen me ook meteen te pakken krijgen, om het zo maar te noemen. Ben je niet bang dat je te veel bureaucratische romslomp om je oren krijgt? Nee, dat denk ik niet. Het systeem bij de gemeente is voor mij in ieder geval op dit moment heel erg helder. En ik wil dat ook voor de burger heel helder gaan maken. En ik hoop gewoon de burger een stapje te helpen.
Wat doe je bij problemen die niet binnen de gemeente liggen, maar bijvoorbeeld landelijk spelen? Ja, op het moment dat er landelijke problemen zouden zijn, dan kunnen we dat ook via het college doorspelen aan bijvoorbeeld een Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Of we geven aan waar de mensen dan aan de bouw moeten trekken, bij de provincie of bij de landelijke politiek. Je houdt spreekuur op het gemeentehuis op zaterdagmiddag. Als je andere stukken doorleest, denk je niet dat dat een beetje in de nauw komt? Nou, het is zo dat mensen zich wel even, dat zou ik wel prettig vinden als mensen zich even aanmelden als ze een vraag hebben. En dan kan ik dat prima inplannen. Heeft u vragen voor Niels Douven, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres nielsdouven@gmail.com of u belt 06 27 55 31 19. Op zaterdag 25 en zondag 26 april aanstaande organiseert wandelvereniging Vilt alweer de vierde editie van de Bloesemparade. Ook deze keer in samenwerking met stichting IKR Limburg, die daarmee de natuur meer onder de aandacht wil brengen. De routes op zaterdag en zondag zijn verschillend van lengte. Op zaterdag kunt u kiezen uit 8, 14, 21, 28 en 42 kilometer en op zondag tussen 8, 14, 21 en 28 kilometer lengtes. Op beide dagen is de 8 kilometer ingericht als gezinswandeling. Voor de starttijden kijkt u op www.wandelverenigingvilt.nl.